Mezen eten rupsen, ook eikenprocessierupsen. In opdracht van de gemeente maakt IVN Almelo 500 nestkasten die eind februari worden opgehangen aan de eiken door de hele stad. Het is een experiment en één van de middelen waarmee de rups bestreden wordt. We gaan een project met de gemeente uitvoeren. En dat betekent dat we ongeveer 500 nestkasten gaan maken. En we hopen dat dan de inwoners voor die nestkastjes, en dat zijn dan de koolmezen en de pimpelmezen, daar massaal gebruik van maken. Ja. En dat lost het hele probleem op? Nou, het is een pilot, dus we kunnen pas nadat het broedseizoen achter de rug is zeggen welke kasten bezet waren. Onze verwachtingen zijn wel hoog gespannen. Maar het is niet het enige wat je moet doen om die eikenprocessierups te bestrijden. Want heel belangrijk is ook dat er wat meer variatie in de begroeiing komt. En dan denk ik met name aan heesters die bloeien of kruidachtige planten. Dat trekt weer insecten, ook weer voedsel voor de koolmees en de pimpelmees. Maar die pikken dan ook de eikenprocessierups mee. Het gaat om het respectabele aantal van 500. En dat is een hele klus. Wij zijn tot nu toe gestart met een productie van ongeveer 100 per week. En we streven ernaar dat eind februari de kasten kunnen worden opgehangen. Wij krijgen daar een subsidie voor, een prachtig bedrag, 8000 euro. En dat gaan we dus voornamelijk besteden aan hout, dus materialen. En ook wel een kleine vergoeding voor een aantal vrijwilligers. Ja. Nou ja, nu kan ik me voorstellen dat met die 8000 euro kan het IVN aan aardige dingen doen. Ja, het komt als geroepen voor ons. Want sinds kort hebben we ook een natuureducatief medewerkster. En ja, de financiering is nog niet helemaal rond, maar dit wordt dan een prima bijdrage.